Puede que tengan razón, pero no grites así. Que me duele la cabeza, yo te quiero solo a ti. Para mí tan solo hay uno, pero si te hace feliz, saber que es tu... Hi, ik ben bang. We lopen hier op een 80 weg. Oh, wat erg. Ik denk echt dat dit onze dood wordt. Goedemorgen iedereen. Het is vandaag donderdag en Priscilla en ik zijn zojuist aan het lopen op een weg waar je 80 mag. Ja, het is super gevaarlijk en er is hier niet echt een looppad. Wat? Politie? Nee. Maar ja, we zijn dus onderweg naar Castel Sardo. Want we moeten daar de bus hebben naar het strand. Santa Teresa, toch? Ja. Oké. Okay. Walk there! Oh, nou, we werden dus aangesproken dat we dus aan de andere kant moeten lopen. Want het is gewoon levensgevaarlijk. Ja, ik ook niet. Kijk jij rechts? Ja. Komt niks. Ja, maar bedoelt u hier of hier? Ik weet het niet, hier? Oké, nou. Een man die wees ons dus de weg. Dat we waarschijnlijk dus hier moeten lopen. Geen idee. Echt geen idee. Straks brengt hij ons gewoon om of zo. Gaat u nu naar zijn huis? Worden we ontvoerd? Wat is dit? meneer? Oké, dit is echt heel raar. Wacht. Waar is hij? Dan wil ik hem bedanken. Hier zie je. Oh, hij is nu weg. Zou ik eens vragen? Hè? En nu? Way? Yeah, is it going? Yes. To Castel Sardo. Yes, Castel Sardo. Thank you. Okay. Grazie. Grazie. Thank you. Bye. Oh mijn god, ik weet het niet hoor. Waar gaan we heen? En dan? Hier of zo? Yeah. Ik denk het. Het ziet me uit logisch uit, want dit is allemaal dicht. Ja. Oké, whatever. Nou, wij gaan even lopen, want anders kunnen we niet eens meer. En we moeten de bus halen binnen een uur. Dus we wensen ons heel veel succes. Ciao. Ciao. Nou, we hebben de bus gered. We zitten nu in de bus naar Santa Teresa, dat is een uur en 40 minuutjes rijden. En daar is goed is een heel mooi strand. Mel, waar is de buschauffeur? Ik weet het niet, hij ging weg. Nou, doei. Hij gaat even een snackje halen bij de snackbar. Flikker, ik wil ook een snackje. Oh, hij gaat echt naar binnen ook. Wat is dit? Ik weet het niet. Wij willen ook eten. Nou, lekker dan. Daar zitten we dan, jongens. Kijk, wat een mooi eten. Ga ik mijn koekjes vreten. Ja. Doei. Oh, we gaan weer een boodschappen shoplog houden. Ja, hier komen onze boodschappen. Dit was allemaal €6,20. Let op. Ja, kom niet. Kom maar. Het stinkt wel heel erg. Ik ruik het nu al. Wat is dat? We hebben broodjes. Ciabatta broodjes. Very tasty. Ik denk dat dit een kipfilet is. Dan kan je namelijk ook niet zo lang buiten doen. Nou, dit is blijkbaar de kipfilet in Italië. Een hele grote verpakking, geen idee waarom. En er staat een lekkere citroen op, of wat is dit? Ik weet het niet, jongens. Zo. Dan heeft Priscilla nog een blikje. Aste, denk ik. Hoop je? Ja, dit is aste. Ik heb nog een banaantje. Lekker. Het ziet er echt scheid uit met een zak, maar ja. En mijn nieuwe verslaving. Die zijn heel lekker. Oh my god, ik ga deze echt meenemen naar Nederland. Een nieuwe zak kopen. Was dat het? En een fles water.
En een fles water. We hebben heel snel broodjes gemaakt. Want die mag heel veel snack aan. Dus we dachten, fuck jou. Ik zou wel een lekker broodje. Proost. Nou. Oh. We zijn zojuist aangekomen. Alleen, het is weer een lekker stuk wandelen, maar dat geeft niet. We gaan nu lekker zwemmen in de zee. We zijn nu in Santa Teresa en we hebben net hier beneden bij Van die Rots echt super mooie foto's gemaakt. We hebben ook heel mooi uitzicht. En we hebben iemand gevonden die ons lekker aan het rondleiden is. En we gaan even snel pizza eten, want we moeten over een uurtje alweer met de bus, helaas. Dus, dus we gaan even op zoek. Hopen dat ze wat vinden. Nou, jullie zien ons niet echt. Oh, zo misschien een beetje. We look like the Smurfs. Smurfs. Maar we zitten nu weer in de bus. En net had onze vriend Valerio ons afgezet bij de bus. Echt super lief. Morgen, het is vandaag vrijdag. Vrijdag toch? Ja, vrijdag. Het is vrijdag. Vanochtend hebben we gewoon ontbeten. Daarna zijn we weer terug naar de kamer gegaan. En hebben we even gedanst en video's gemaakt. En de vlog geëdit. En we zijn nu van plan naar het zwembad te gaan, maar we moeten even wachten. Laten we maar niet zeggen, hoor. Nee. Maar we gaan vanmiddag gewoon nog even naar het strand om wat foto's te maken. En, want we hebben natuurlijk nog niet genoeg. Nee, niet. Zo, let's go! Kilo no lo sé.
net klaar met eten hierboven. En ga nu terug naar de kamer, want zoals ik zei, moeten we vanavond... Het wordt helemaal rood. Oh. We moeten vanavond een dansje doen. En we hebben nog geen dans, dus we moeten dat nu binnen 1 uur gaan verzinnen. Let's make up a dance. Oh, I just don't know what to do. Me neither. We zijn best bruin geworden, jongens. Kijk. Yup. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag, onze ene laatste dag. En het is vandaag super mooi weer, 30 graden en volop zon. Dus dat is erg lekker. En we hebben gisteravond nog even gedanst en we moeten vanavond dus ons optreden doen. Ja, ik vrees voor het ergste, maar het komt wel goed. Dus we gaan vanavond nog even oefenen. En we hadden vandaag eigenlijk de boottocht, maar dat hebben we uiteindelijk niet gedaan. Omdat ik heel erg last heb van mijn oren, dus ik durf het niet aan. Maar in plaats van dat gaan we nu wel lekker uit eten in Castel Sardo. Dus we gaan om 5 uur met het shuttlebusje naar Castel Sardo en om 7:30 terug. Zodat we op tijd zijn om nog lekker te dansen en zo. We gaan nu nog even lekker bij het zwembad liggen. We zitten nu in de ijssalon en ik heb een ijsje met limoen en aardbei. En dit is zo lekker. Dit is echt heel vers ijs. Wat heb jij? Meloen. Volgens mij Galia, toch? Ja, Galia meloen. En mango. We hebben het gered. We zijn de berg opgekomen. Dan moet je kijken. Het is zo mooi. Nou, we zijn net lekker uit eten geweest. We hebben echt lekker. We hebben bruschetta gegeten en een hele lekkere cocktail. Het uitzicht is echt super mooi. Ik laat jullie wel even snel zien. En eigenlijk gaat onze taxi om 7:30, dus over een half uurtje terug. Maar wij willen heel graag nog even het kasteel bekijken en naar de supermarkt. Om wat lekkere dingetjes in te slaan. Dus wij gaan waarschijnlijk weer met de tuk-tuk naar huis. Hè, Mel? Yep. So, let's go. Ja, echt leuk. Muchos años que pasaron sin decirte quiero y en verdad te quiero pero encuentro formas de engañar mi corazón. Son muchos años que pasaron sin robarte un beso. Solo quiero un beso.
por esa boca no me importa ser ladrón. No puede ser que no he encontrado todavía las palabras. Y en esa noche no dije nada. No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada. Cuando por dentro yo te gritaba, déjame robarte un beso que me llega hasta el alma. Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban. Sé que sientes mariposas. Yo también sentí. We komen net uit de supermarkt, want we hebben nog even wat spulletjes ingeslagen voor thuis. Want ze hebben hier super lekkere koekjes en van die notenreepjes, noem ik hem even. En ik heb nog wat chocola en TikTok voor mijn broertje gekocht. En we gaan nu een tuk-tuk zoeken om terug naar huis te gaan. Dus ik hoop eigenlijk dat er nog eentje is, anders zijn we de lul. We wachten nu op de taxi, want er was blijkbaar geen tuk-tuk meer. Dus ik heb even aan de reislijster gevraagd of zij het nummer van een taxichauffeur had. En die had ze, dus die is hier over 5 minuutjes. En dan gaan we terug naar het hotel. En vanavond dansen en Melanie moet bingo nummers opnoemen. En eigenlijk moesten we ook ons dansje doen, maar die is nog niet af. En daar hadden we ook geen tijd meer voor. Dus dat moet zondag dan maar onze laatste avond. Nou, we zitten nu in de taxi onderweg naar het hotel. En ja, de tuk-tuks kwamen dus net aanrijden. Dus wij baalden een beetje. Want we gaan natuurlijk liever met zo'n tuk-tuk, maar ja, het is oké. Okay. Ik kon die man niet laten zitten. Dus daar gaan we, Mellie. Mel. Mel? Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas. Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma. Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban. Sé que siente mariposa. Yo también sentí su jala. Déjame robarte un beso que te enamore. We zijn net terug op het resort bij Castle Sordo. En we gaan nu even omkleden en lekker dansen, maar dan kan ik dus niet filmen. Dus, nee. Ik laat wel weer wat beelden zien, want we maken af en toe wel wat filmpjes. En die plak ik er dan in en dan zie ik jullie morgen weer. Slaap lekker! Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Het is vandaag zondag en het is helaas onze laatste dag hier. Iedereen is aan het stretchen. Wij gaan niet stretchen. Wij gaan niet stretchen, wij gaan lekker genieten van de sun. En lekker dansen. Ik wil eventjes lekker dansen! Eventjes lekker dansen! Poeh, oké, okay, bye. We liggen nu lekker bij het zwembad. En we gaan straks weer dansen, net zoals elke dag. We dansen echt elke dag. En al die dansjes doen we ook echt van 6 keer of zo. Maar ja, het is wel erg leuk. Dus. Het is alleen maar super heet. Maar we mogen niet klagen, straks is het weer slecht weer. En we gaan ook nog aqua gymmen. En dan filmen we ook wel even in het water, want dat is ook wel leuk. Oh, het ziet er echt mooi uit. Nou, we gaan ons dansje hier oefenen, jongens. We zitten in het restaurant te lunchen. En ik laat wel even zien wat we hebben. Ik heb wat patat, pizza, een broodje met Chick-fil-A en wat pasta. En jij? Ja, ik heb alleen patat, pizza en een broodje met Chick-fil-A, maar ik ga zo een heel bord pasta halen. Oeps. Oh,
naar niets op zoek. Oké, een beetje naar mezelf dan. En een beetje naar de slow motion. We zijn nu aan het oefenen voor het dansje voor vanavond in de gym hier. En we zijn best wel zenuwachtig. Uh-huh. Maar iemand gaat al meedoen, die heeft het al beloofd. Dus het gaat goed. Maar ik denk als we daar straks staan. Blackout. Maar we gaan vragen of iemand het filmt, dus jullie gaan het sowieso zien. Ik was de jongen die het niet had. Maandag en we zijn niet zo blij. Want we moeten naar huis over een paar uurtjes. We gaan nu nog even ontbijten. Goed ontbijten, want we hebben geen lunch. Want om 12 uur komt de bus ons halen. It is what it is, jongens. Dus we gaan nu even ontbijten en dan huilen. We zijn nu onderweg naar het vliegveld. We gaan daar nog even wat eten, want we hebben natuurlijk vanavond eten. En dan, ja, onderweg naar huis. You have to do something. What do you think? En morgen naar school.
Priscilla en ik zijn van het vliegveld afgehaald. Zij door de moeder en ik door Nick, mijn vriendje. En we zitten nu in de trein onderweg naar Den Helder. En nou ja, ik dan. Priscilla die is hopelijk zo snel mogelijk thuis. En nou ja, ik hoop ook dat ik zo snel mogelijk kan slapen, want ik ben ontzettend moe van de vlucht. Nou, is echt slijmbal. En nou ja, we hebben echt een superleuke vakantie met z'n tweeën gehad. Misschien tot de volgende keer. Doei!